What is up YouTube? Het is je favoriete pompert, back met een nieuwe video. Gaat u lachen dan? Ga lachen dan schurk. Gaat u lachen dan? Laat ze zien hoe knap je kan lachen dan. Laat ze zien dan. Pompert, Spike Live vlog. Hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoe is het dan? Alright schoren, nou jullie hebben het kunnen zien, met Noah gaat het goed. We zijn weer bij Pompert HQ Rustig Racing Garage. Wat we vandaag gaan doen, wou ik al een tijdje doen. We zijn trouwens even in de hal, de Grand Voyeur. Deze moet ik nog even naar het vuil brengen, maar ik heb al een hele lading achter in mijn bus. Hier staat een fijne verzameling met motorfietsen. Dit is een Yamaha... Weet ik veel, Genesis, iets oude hok. Dit is een Honda, ook een hele oude hok. Dit is een project wat ze gaan bouwen, de buren van ons. Zo'n motor wordt het. En dit is voor mij, daar wil ik het later met jullie even over hebben, over die Kimco, maar goed. Ik heb al... Kom je eruit? Lukt het? Hoe is ie? Lekker, dankjewel man, dankjewel, ja man. Alright, dat was de buurman, die kwam even binnen. Maar ik heb hier nog steeds drie inrijklemmen staan. En ik heb van Daytona die handmatige bandenapparaat gekregen. En die moet daar komen te staan. Die staat nu nog binnen. Maar die imbecielen die hebben weer hele copyright muziek op staan. Dus vandaar dat ik even in de hal sta. Maar we gaan nu, die gaan we eventjes eruit halen. Die zit gewoon met 4 schroeven zit die vast. Ja, het is een beetje donker, de belichting is hier kut. Maar met 4 schroeven zit die vast. Haal ik die eruit, zet ik die bandenapparaat erin. En dan gaan we van de week ga ik mijn band wisselen met het nieuwe bandenapparaat van Jan. Dus Jan heeft een nieuw bandenapparaat gehaald, die staat hier binnen. Die wil ik eventjes gaan uitproberen. En dan haal ik mijn Shinko die er nu op zit, haal ik eraf met mijn... Shinko is mijn raceband, die haal ik eraf met het bandenapparaat. En dan zet ik een nieuwe band erop, een driftband met het handmatige bandenapparaat. Dus dat is het plan. We gaan nu even deze loshalen en die andere erin zetten. Oké, dat was 4. Zitten hier ook nog 2? Die was ik even vergeten. Hij heeft nog geen 2 seconden die camera in zijn handen of hij stopt alweer met filmen. Oh, wat een figuur. Big Blue, wat moet jij? Big Blue, zeg maar. Hier, neem jij even die schroef met die washer dingen, brothers. Ja. We hebben veel te veel schroef, man. Dit ding is kering zwaar. Heb je trouwens die kinderfetus van Big Blue wel eens gezien? Dat is een fetus dan. Kinderfetus. Keihard. Want die zichzelf strikken. Die elastiek. Ja, die elastiek. Die had ik gewoon toen ik 8 was, schat. Ik zweer het. Ik voel me nog jong toch? Ja. Ze ziet er niet uit. 50 of zo. 50 of zo. Ja, je lijkt echt op iemand. Automatisch licht, zeg maar, hier, maar die sensor zit achter de bus. Ah, licht uitgegaan, zie ik dan. Gooi je deur even open en dicht, wacht. Doe je deur dicht, hè? Doe je deur dicht, hè, jongen! Hij zit op slot. Ja, maar er zit het licht achter je niet. Oké, dus hij moet zeg maar zo komen te staan, denk ik. Ik weet niet of dat gaat passen, man. Kom op. Huh? Kom op. Zeg je nou? Moet die komen te staan? Ja, hier moet die komen staan. Maar kijk dan grap, dit ding steekt ver uit, man, deze. Ja. Kom hier. Laat ze even zien.
Wacht even, ga jij even via de achterkant kijken, dat is een goed idee. Wacht even, hou ik nog even één bandje weg. Kijk, zie je wat ik bedoel of niet? Ja. Dus als mijn voorband daar komt, dan komt mijn motor zeker breder dan dit. En schuiven die dingen niet in of kiezen niet eruit halen? Nee, wat we wel kunnen doen, want dat hadden we met in elkaar zetten, dat kunnen jullie bij die in elkaar zet video ook terugzien. We kunnen wel deze vier loshalen en hem een kwartslag draaien. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dan zou je dit zou je dan daar krijgen, want dan krijg je alsnog dit aan deze kant. Ja, heel kut gewoon dit. Is gewoon heel kut. Ja, dit is gewoon... Hij kan wel meer naar voren. En dan kom je hier niet uit. Misschien kan. Ja, eigenlijk zou je dat ding zeg maar ook eromheen moeten kunnen draaien nog. Dat zwarte ding. Op deze manier kan dat toch? Ja. Je kan toch met die bandenlepels zo 1, ja. 2, 3. Wat denk jij, Juan? Nee. Nee, kom maar kijken. Als je hier kijkt zo van achteren. Deze is te breed ten opzichte van waar je voorwiel is. Ja, nee, ik ken niet. Nou zeg ik dat, je moet dat ding gewoon lekker loslaten. Gewoon loslaten? Ja. Laat het gaan, laat het los. Laat het gaan, man. Net zoals Marco Bussato nu. Hij wil toch niet kutten. Op dat in de camera, laat! Dit is niet mijn winkel, vriend. Ik zou gewoon kijken wat ik zei gewoon en dan voor daar in de hoek. Dat je zeg maar gewoon die vier balletjes uit laat steken daar in de hoek. Dan kun je hier gewoon nog die drie klemmen laten staan. Kun je hem altijd in het midden of aan de zijkant zetten. En dan als je dat ding een keer meeneemt, zet je hem daar al vast met van die vleugelmoertjes. Geloof. Die zit vast op die plek. Ja, dus even voor jullie thuis, Flip's idee was om een stukje van dit hout weg te halen. En op het metaal als het ware een moer uiteinde te zetten, toch? Of een bout uiteinde. Ja, gewoon een stuk schroefdraad. Schroefdraad, ja. En dat je dan dat ding op die schroefdraad zet, dus je hebt vier schroefdraad, zet je dat ding erop en dan met vleugelmoeren, toch? Vind ik op zich best wel een goed idee. Maar ja, hoe gaan we dit ding meenemen en dan twee bikes? Of gewoon deze helemaal naar voren, vast met spanbandjes, twee nou, bikes. Nou, als je gewoon twee bikes hier zo neerzet, links en rechts, dan kan die gewoon ertussen of achter, zet je hem vast met een spanbandje tegen de muren of aan het hek of... Ja, en als ik hem maar zo zeg? Ja, of zo. Zo is die ook uit de weg gewoon. Ook weer, daar last van. Maar zal ik dan daarachter of zal ik dan hier die dingetjes lassen wat jij zegt met vraag of jij hem dat wil doen op je kwak? Ja, dat maakt niet echt uit. Als je die andere paddock terug wil, dan. Oké. Okay. En dan ga ik hem gewoon. Die andere paddock heb ik op zich niet nodig, man. We hebben deze twee is perfect. Die derde is eigenlijk overbodig. Ik kan hem gewoon zo laten staan. De Tona! Derde ding! Ja, ik zou gaat hij wel omvallen, man. Als ik hard door de bocht ga, denk ik. Ik zet hem maar even vast met een spanbandje. Schumacher. En dan, oké, gaan we dat doen. Oké. Top. Rustig racing, tune het wel. Hè? Ja. Oké, okay, even een spanmandje eromheen gooien. Dan wil ik even op die kwartpomp even jullie zin in. Dan wil ik van de week dus mijn band eraf halen en met dit bandenapparaat een nieuwe band erop zetten. Maar dat gaan we van de week doen. Maar deze scooter, deze Kymco People S. Die is van mij, die heb ik al een paar jaar. Hij is soort van rijdend weggezet, maar die wil ik een beetje als budget projectje wil ik die gaan opknappen. Ik wil er gewoon iets mee doen. Wat ik zit te denken, ik wil een beetje leren lassen. En we hebben nu binnen Kwak. Kwak kan heel goed lassen. Flip en ik willen allebei leren lassen. Dus ik wil hier iets van bouwen. En dan zit ik te denken, het is gewoon een snorscooter. Het is echt het saaiste ding wat je ooit hebt gezien. Om hier of iets van een Mad Max-achtige creatie te maken. Of een soort van Dakar snorscooter of zo, zeg maar. Begrijp je? Ik bedoel gewoon iets geks mee te doen. Laat even weten in de comments wat jullie voor iets geks denken, wat leuk is.
En dan misschien ga ik met, weet je, ik bedoel echt met beugels lassen en extra jerrycans aan de zijkant lassen. Zo een beetje Dakar-achtig. Of Mad Max met van die grill over die koplamp. En ja, je snapt wel wat ik bedoel, toch? Maar laat me even weten wat jullie denken. Dan gaan we even naar binnen, want we hebben nog wat gekregen. En dan gaan we even mee kutten buiten. Suzuki, jongen. Laat hem open, jongen. Maar Big Blue zit te fokken omdat die Kawasaki rijdt. Laat die choke gewoon. Geen gas ook, man. Haal die rem eraf. Ja man, of maken, hij betaalt het ook gewoon, maar we mochten dit gewoon hebben. Oké, dus hebben we een fucking dik... Fucking... Twee takken raak lekker, jongen. Fucking dikke Suzuki LT50 Killer. En dat is Jansen, heb je op Killer 2.0, wat is dat ook weer? Een blaster. 250. Of 200, weet ik niet zeker. Maar deze is wel links, maar niet anders. Je moet even een nieuw cabaretteurtje op eigenlijk. Op deze? Ja. Ja, zal ik het even halen gewoon? Ja, als dat er is en nog. En even een nieuw remblok en ik haal wel even een nieuw bandje zo. Want dit is ook wel even een beetje kader. Dat is ook voor Noah toch? Ze werden gewoon afgetreld. Twee dingen houden. Komt het niet.
Suzuki-vriend. Big Blue, laat even zien hoe het moet. Jij is ook wel bezig, hoor, met dat ding. Hij trekt alleen één kant op. Hij trekt een beetje naar rechts, ja. Dat is een malle. Dan moet hij om de hoek beginnen met wielen misschien. Door Big Blue loopt er ook wat aan, nou, denk ik, hoor. Oh, grap, ik zweer het. Deze is toch hard remmen, hoor, niet normaal. Wat een killer deze. Ja, ik denk dat hij gewoon net twee keer zo zwaar is als die quad zelf, hè. Ja, doe jij gewoon een stunting nu, jongen. Ik ga gewoon die crash gooien. Ik ga gewoon die gekke stand schat. Ga viraal dan. Ja. Doe allemaal klok, boys. Kom op, man. Ga jij gewoon. Hij wou ook alweer zijn beentjes ernaast zetten. Laat je Suzuki grap, start te lopen, jongen. Oh. Maar even kijken wat er aan loopt, hè. Zie je niet iets? Die kat loopt daar. Ja, dat denk ik ook. Wat loopt er aan dan? Hier. Als je hem rijdt nu eens, dan luister je niet. Dat is die kat. Je hoort er dan niks. Nee, maar normaal ook als je alleen als je rijdt. Je hebt geen zadel natuurlijk, hè. Ik heb het zadel vast. Ik alleen die achterkant Wat was die andere van hem? Ook 50cc. Ja toch? Nee. Ja, hij kilt hem wel hoor! Kijk de stans!
Hij loopt alweer, lekker grap. Killer die jongen deze, killer. Jut, wacht eens, wat zijn je sokken? Wat voor sokken heb jij? Ik heb Star Wars sokken aan gehad, wat denk jij dan? May the force be with you, jongen. Vet gangster. Suzuki, grap. Blijf gewoon lopen, grap. Ja, lopen blijft het altijd. Wat is deze losse kabel, hè? Ja, je moet je gewoon laten zitten. Oké. Okay. Ik vind het mooi. Buiten adem, hoor. Je bent wel moe, ja, man. Jongen, oefen dan gewoon even op die killer, man. Lekker, hoor. Hè? Leuk. Rij nou even de keus. Dit is echt lachen, grap. Pomp dan gewoon even, man. Je moet staan hoor, ik deed met één voet zo, dan is het fucking makkelijk. Gewoon zitten. Gewoon zo oefenen. Nou, LT Killer is weer op zijn plaats. Maar deze hebben we dus ook gekregen. Dit is de PB50. Op zich is hij goed, alleen moet er even een nieuw carburateurtje op, maar dat gaan we ook eventjes regelen. En dan binnenkort ook eventjes pompen met deze. Hij is gewoon echt vers. Echte oldschool look. Maar ja man, dikke piwi man. En ja, Boosadores van de week update is. Gaan we eventjes die band doen. En geef ik jullie even updaten hoe of wat. En dan killers jongen, killers allemaal. Voor nu, ik ga lekker naar huis. Jan gaat lekker naar huis, we zijn kapot. Ik zie jullie de volgende keer. Vergeet niet even te liken, te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Later swaggers. Ho, 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 ho!